In samenwerking met GGD Limburg-Noord en het JOG, Jongeren op Gezond Gewicht, verzorgt het consultatiebureau Venray voor gezonde voeding voor baby's van 4 maanden tot 1 jaar oud. En het is nu ruim 1 jaar geleden dat de eerste groente-hap-pakketten werden uitgedeeld. En wie jarig is, trakteert. Met het aansnijden van een grote groentetaart werd dit heugelijke feit gevierd. Nou, kijk eens. Helemaal super. Ja. Ja. Wie heeft hem eigenlijk gemaakt? Is het lekker? Mm-hmm. Goed zo. Lekker groenteproefje. Wortel en mais. Tomaat. Kijk, courgette. Ja, het is goed gelekt. Goed gelekt. Ja. Ja. Ja, vandaag hebben we een feestelijk moment, 1 jaar bestaan van groentepakketjes. Een jaar geleden zijn we daarmee begonnen om die groentepakketjes uit te delen aan ouders met kinderen vanaf 4 maanden. En dat doen we eigenlijk om te stimuleren dat ze nog meer groente gaan eten, kinderen, en ook dat het makkelijker voor ze wordt. Want vanaf 4 maanden, dan is het belangrijk dat kinderen extra groente bij hun voeding, borstvoeding of flesvoeding krijgen. Die groentepakketten zijn samengesteld door JOG Venray. En JOG staat op voor jongeren op gezond gewicht. En dat is een beweging om te stimuleren dat de omgeving waar de kinderen in opgroeien gezonder is. En zodat de gezonde keuze ook de makkelijkste keuze gaat worden. En we werken heel veel met elkaar samen, dus GGD, JOG, maar ook andere partners. Zoals kinderopvang, noem maar op, scholen. Want het begint hier, het begint bij jong, vanaf zeg maar baby's, maar we gaan door met de kinderopvang, met de gezonde scholen. Dus we willen steeds meer stimuleren dat kinderen in een gezonde omgeving opgroeien. Zijn er veel mensen die daar gebruik van maken? Nou, alle ouders die hier komen met een kind van vanaf 4 maanden krijgen zo'n pakket. En om het te stimuleren en makkelijker te maken om de groentehapjes te maken. Is dat alleen een Venray? Het wordt overal gestimuleerd dat kinderen groente eten, maar die pakketten die hebben in Venray en in Blerik.